Komt ze nou bij? Volgens mij komt ze bij. Ja. Buiten krijgen jullie allebei. Het is natuurlijk niet voor niks dat jij als eerste bij komt. Ik ben met deze van jou te halen. Hij moet weg. En zij helemaal. Hey, ik heb niet eens alles verteld. Jullie alsjeblieft. Dus Daan heeft je leven gered. Gelijk redden. En Malou is een vrouw. Ze beneden dan een opblaaspop. Ja, maar misschien... Misschien lag ze dichter bij de uitgang. Kon die beter bij haar. Ja, maar hij heeft daar vast niet zo over kunnen nadenken. Dat is te makkelijk. Julia, je kan wel van alles gaan bedenken, maar je weet niet hoe het is gegaan en wat er in hem omgaat. Het enige wat ik weet is dat hij mij heeft laten liggen. Oké, nou, als dat het is, als je dat zo moeilijk vindt, dan heeft het geen zin. Dan moet je hem laten gaan. Wat? Stel dat je te laat was geweest. Daar moet je helemaal niet aan denken. Maar dat doe ik wel, Daan. De hele dag gaat het door mijn hoofd. Malou eerst. Waarom? Ik vond haar belangrijker. Nee, zo ging het helemaal niet. Nee. Hoe ging het dan wel? Dat weet ik ook niet meer. Je weet het niet meer. Nee, ik kan me dat moment niet terughalen. Wat ik dacht. Als ik überhaupt al iets dacht. Ik ging op je gevoel af. Heb je geen tijd voor? Ik wist één ding zeker, jullie moeten er weg. Maar Malou eerst. Ik koos niet voor Malou. Onbewust misschien. Het ging me zo snel, ik weet het gewoon niet meer. Ik weet één ding zeker.
niks van klopt wat ik gedaan heb. Wat ga je doen? Naar de politie. Waarom? Wat denk je? Het spijt me verschrikkelijk, Julia. Ik... Daan, als je je nu aan gaat geven, dan komt die club er nooit meer. Dan is alles voor niks geweest. Ook dat ik hier nu lig. Nogmaals, het spijt me. Als ik alles had kunnen overdoen. Daan. Nee, de arts is? Kun je niet wel geduld, zegt hij. Oh, dat is niet je sterkste eigenschap. Zeg maar. Nee, dat is niet belangrijk. Met 38,5. Tot veel. Afspraken en dingen die ik moet doen. Alle afspraken heb ik of gezet, of ik heb ze zelf overgenomen. Dus maak je niet druk. Alles is onder controle. Geen. Sorry. Alleen één keer. Jezus. Wat heb ik hier al zitten te doen? Malou? Ja, dat geloof ik. Dat weet ik niet. Ik ben nog niet bij de langs geweest. Ja, vriendin van jou behoort natuurlijk aan de verkeerde kant. En dat is een beetje ingewikkeld allemaal. Ja. Daan? Wie? Ik ben zo flauw. Daan is een klootzak. Weet ik. Maar hoe is het met hem? Wat kan het je schelen? Ik wil jou. Geloof je zelf? Sterker nog, ik weet het zeker. Malou weet het al. Tuurlijk. Malou is altijd eerst. Tussen Malou en mij is echt voorbij. Dat is over. Waarom ben je hier toch? Zodat je niet in je eentje verder hoeft. Luister. Het gaat me om jou. Ik wil jou en niemand anders. Fijn dat je weet wat je wil. Maar misschien wil ik niet verder met jou. Ik weet dat jij ook hetzelfde wil als ik. Als ik bij jou ben, het is een soort adrenaline kick. Voor de rest van alles zou me gestolen worden. Ik moet van twee kanten komen. Ja, van jou en van mij. Ik kwam je daar net iets te laat achter. Kun je alsjeblieft weggaan? Ik heb er geen zin in dit gesprek. Doe de groep aan mijn zus. Als jij niet verder wil met mij, dan kan ik daar niks aan veranderen. Maar dat betekent niet dat ik zomaar terug ga naar Malou. Ik wil jou. En voor minder doe ik het niet. Haal het niet in je hoofd om me ooit nog ergens te laten liggen.